Het is alweer bijna juni, dus is het weer tijd om drie interessante aandelen te bespreken die je gezien moet hebben voor de maand juni. Dit zijn bedrijven die aan de ene kant heel erg interessant geprijsd zijn en aan de andere kant dat er behoorlijk belangrijke veranderingen plaatsvinden binnen het bedrijf. Hierdoor stel ik jullie hopelijk weer een beetje op de hoogte van het huidige nieuws rond de beurs, zodat jullie dit zelf kunnen toepassen op je eigen beleggingen. Te beginnen met het allereerste bedrijf van deze video: het is namelijk het aandeel Nvidia. Te vinden op de giro onder het tikkersymbool NVDA. Nvidia is een Amerikaans technologiebedrijf dat zich vooral focust op grafische kaarten en processoren. Dit zijn dus specs die je vooral terug kan vinden in computers en ook terug kan vinden bij het minen van crypto. Redelijk populair dus. Maar daarnaast verzorgen ze ook nog chips die helpen bij het self-driving. Oftewel bij elektrische auto's en auto's die een soort autopilot hebben. Al deze verschillende onderwerpen die ik zojuist besproken heb, zijn natuurlijk enorm hot topic. En dit zien we ook terug in de prijs van Nvidia en de waardering van Nvidia. Overigens vind ik het ook interessant om te vermelden dat zelfs deze grafische kaarten en processoren eigenlijk min of meer niet aan te slepen zijn. Ze worden wel verkocht in de winkel, maar zijn min of meer gelijk uitverkocht. En op de zogeheten tweedehandsmarkt kopen mensen ze op voor prijzen die hoger zijn dan ze in de winkel verkocht worden. Oftewel, de vraag naar het product van Nvidia is gigantisch hoog. Want ze leveren simpelweg superieure producten. Dit succes van Nvidia zien we natuurlijk ook weer terug in de koersprijs en de huidige waardering van het bedrijf. Die op zich toch wel redelijk fors te noemen is. Een aandeel van Nvidia op het moment van opnemen verhandelt zelfs boven de 600 dollar. En de totale beurswaarde van het bedrijf ligt bijna rond de 400 miljard. We kunnen dus wel gerust zeggen dat het echt geen klein bedrijf is. Wat ook goed is te vermelden en misschien interessant is voor jou als individuele belegger. Is dat Nvidia een stoksplit heeft aangekondigd. Wat dit dus inhoudt is omdat het aandeel op het moment redelijk fors geprijsd is, dus boven de 600 dollar, het aandeel wordt opgesplitst in meerdere aandelen. In het geval van Nvidia zou het een 1 voor 4 storsplit zijn. Oftewel als je op het moment één aandeel van Nvidia bezit van laten we maar zeggen 600 dollar, worden dit in de toekomst 4 verschillende aandelen van 150 dollar. Dit verlaagt weer de instapdrempel voor individuele beleggers en het zagen we ook terug in de koers van Nvidia die toch met 4 tot 5% omhoog schoot nadat dit nieuws bekend gemaakt werd. Nvidia levert echt hoge kwaliteitsproducten. En dat zien we ook terug in de PE-ratio. Want ondanks dat het bedrijf over de afgelopen jaren met ongeveer 60% groeide, is de huidige PE-ratio toch nog wel redelijk fors te noemen. Namelijk zo'n 90 à 91. Wat jullie waarschijnlijk wel snappen behoorlijk hoog is. Vooral voor een bedrijf dat al zo groot is, met dus een totale beurswaarde van 400 miljard. Om Nvidia's business nog even op een rijtje te zetten vind ik de volgende slide van de Investor Relations Presentation wel echt een mooie. Hier zien we dat ze, naast wat ik al noemde, ook met software, autonome systemen en vele andere toekomstgerichte dingen bezig zijn. Met de topmensen en het innovatieve karakter dat aanwezig is binnen het bedrijf, kunnen ze zich heel goed focussen op de toekomst, om daar de positie die ze op het moment in de markt al hebben, enorm veel uit te breiden. Daarnaast hebben ze ook een hele mooie roadmap klaar liggen, die ook terug te vinden was op deze Investor Relations slides, voor het ontwikkelen van CPUs en GPUs. Al deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat ik in het bedrijf Nvidia heel veel vertrouwen heb. Alleen moeten we natuurlijk wel rekening houden met de waardering, die, zoals we zojuist zagen, toch wel behoorlijk fors is met een PE-ratio van 90. Daarom wil ik je ook erop wijzen als je misschien besluit onderzoek te gaan doen naar het aandeel Nvidia of zelfs besluit het ANO aan te schaffen, dat het, naar mijn mening, echt een enorm topbusiness is heeft producten van hoge kwaliteit en is zo erg op de toekomst gericht en is daar ook nog eens marktleider, dat het naar mijn mening bijna niet mis kan gaan. Alleen dit is wat ik al aangaf ingeprijsd. Je zal voor jezelf de afweging moeten maken of deze groei die ingeprijsd is, of die het waard is voor je. Dit is naar mijn mening het beste te doen aan de hand van het waarderen van een aandeel. Ik heb recent een hele video gemaakt over hoe ik een aandeel waardeer die nu boven in beeld verschijnt met een ietje. Dus als je daar nog over twijfelt, zou ik die zeker even checken. Dat was het voor nu in ieder geval over Nvidia. Laten we doorgaan naar het tweede aandeel van deze video. Het tweede interessante aandeel van deze video is een aandeel dat naar mijn mening extreem ondergewaardeerd is en ook onderbelicht is. Het is namelijk weer een Chinese internetgigant die heet JD.com. Dit bedrijf kunnen jullie op de giro terugvinden onder het tickersymbool JD. Gewoon te vinden op de welbekende beurs de Nasdaq. Ik zal maar gelijk met de deur in huis vallen waarom dit bedrijf naar mijn mening zo ondergewaardeerd is. En het zit namelijk in de groei die het bedrijf doormaakt. Over de afgelopen vier jaar groeit dit bedrijf steeds met 30 tot 35% per jaar. En bovendien heeft het ook al een totale beurswaarde van boven de 100 miljard. Het is dus zeker geen klein bedrijf en heeft al een bewezen staat van dienst en een bewezen omzetgroei. Bij deze snelle groei van zo'n 30%, althans bij deze snelle groei van 30% bij een Amerikaans aandeel, zou je een PE-ratio verwachten van minimaal 40 of 50. Want zelfs een bedrijf als Visa, die ik zelf ook in mijn portefeuille heb, die met zo'n 10% per jaar groeit. Heeft tegenwoordig al een PI van boven de 40. Maar JD.com heeft een PI van ongeveer 14. Dit is zoveel lager dan alle Amerikaanse aandelen en de groei en het bewezen netwerk is al aanwezig. Ik vind het aandeel dus puur op deze berekeningen en deze waardering enorm ondergewaardeerd en ook enorm interessant. Maar naast deze waardering is het natuurlijk ook niet heel onbelangrijk om te kijken wat het bedrijf JD.com nou precies doet. Ik liet al licht doorschemen dat het een Chinese e-commerce gigant is. En dit zien we ook terug in een bedrijfsmodel. JD heeft namelijk een hele waslijst aan verschillende producten die het aanbiedt. Dit is weer op te delen in drie verschillende segmenten, namelijk JD Retail, JD Logistiek en zogeheten Nieuw Business, oftewel Ruimte voor Innovatie. Zoals jullie kunnen zien op het plaatje, is elk segment met minimaal 35% per jaar gegroeid, en de wat kleinere segmenten zelfs met min of meer 60% per jaar. Wat dus echt wel een insane groei is voor een bedrijf dat al een beurswaarde heeft van boven de 100 miljard. Alleen vind ik het zelf ook belangrijk om ook kritisch naar dit soort bedrijven te kijken. Je kan simpelweg alleen maar kijken naar, oké, okay, het heeft gigantische groei in omzet en een groei in winst. En het is daardoor enorm ondergedeeld omdat de PI-laag /E is. Maar vaak is er een reden dat deze PI-ratio /E laag is. Ik denk zelf dat het komt door twee verschillende factoren. Met als eerste belangrijke factor dat het een Chinees bedrijf is. Deze Chinese financiën zijn nou eenmaal niet zo open als bijvoorbeeld de Amerikaanse of de Europese financiën. En er wordt soms dus met een beetje wantrouwen naar deze Chinese bedrijven gekeken. Wat dus iets meer risico inbrengt en waardoor het ietsje lager gewaardeerd is. Zoals we ook bijvoorbeeld zien bij Alibaba in mijn huidige portefeuille. En natuurlijk als tweede, ook niet heel onbelangrijke reden, is naar mijn mening de hypercompetitieve markt waar ze zich in bevinden. Ze zijn op het moment nog niet de grootste speler. Want ook grote andere Chinese instanties, als bijvoorbeeld een Alibaba en een Tencent, die zijn actief in dezelfde markt als JD.com. Natuurlijk kunnen ze al naast elkaar bestaan. Maar het gevaar blijft altijd dat bijvoorbeeld een Alibaba, omdat ze al groter zijn, meer positie in deze markt kan behouden en ook zijn positie weer kan uitbreiden. Dit betekent dus ook hier weer dat er net wat extra risico aan vastzit en er dus voor zorgt dat de waardering iets lager kan zijn, of althans dat het gerechtvaardig is dat de waardering iets lager zal zijn. Ik zelf vind het aandeel nog steeds redelijk ondergradeerd en ook onderbelicht. En ik vind het daarom ook erg belangrijk om dit soort aandelen voor jullie te behandelen. Want ik denk zelf heel simpel gezegd dat heel veel beleggers vaak redelijk kortzichtig zijn. En zich vooral focussen op de Europese en Amerikaanse markt. Die we kennen als veilig om maar zo te zeggen. Er zijn vaak pareltjes in deze opkomende markten als bijvoorbeeld China. En ik denk dat deze JD.com er eentje van is. Als laatste wil ik nog even een kort kijkje nemen naar de koersprijs en het verloop van deze koers van het aandeel JD.com wat we zien dat op het moment van het opnemen dit aandeel zo ongeveer rond 72 dollar schommelt. Dit is net wat hoger dan de koersprijs een heel jaar geleden, maar het met een paar maanden geleden ligt de prijs al zo'n 30 tot 40 procent lager, want toen zat hij zelfs even boven de 100 dollar per aandeel. Ook hierom vind ik het aandeel JD.com enorm interessant, want naast dat het erg ondergewaardeerd is en een goede business heeft, is het dus ook relatief aantrekkelijk geprijsd ten opzichte van een paar maanden geleden, want toen betaalden mensen er gewoon meer voor. Daarom vind ik het bedrijf JD.com zo interessant en blijf ik het zelf op de voet volgen om eventueel toe te voegen aan mijn actieve portefeuille met bijvoorbeeld een toevoeging voor de maand juni. Dan door naar het derde en laatste interessante aandeel van deze video. En het is namelijk de Trade Desk die jullie op de giro kunnen vinden onder het symbool TTD. Ik vond dit aandeel zo interessant omdat het vergeleken met een paar maanden geleden echt een enorme daling heeft meegemaakt. Terwijl het concept van het bedrijf, dat enorm veelbelovend is, min of meer hetzelfde is gebleven. Of nou ja, min of meer, het is gewoon volledig hetzelfde gebleven. Kijken we namelijk naar het koersverloop van de Trade Desk... zien we dat een paar maanden geleden de individuele belegger er nog 1000 euro per aandeel voor gaf. Terwijl op het moment van opnemen de koersprijs zelfs onder de 600 dollar per aandeel ligt. Dit is een waardedaling van 40%, terwijl wat ik al aangaf het concept van het bedrijf totaal niet veranderd is. De Trade Desk is namelijk actief in deze advertentiebusiness... Online gaat het namelijk zo, dat bedrijven betalen om een advertentie te plaatsen op een bepaald keyword of op een bepaald publiek. Zoals jullie bijvoorbeeld ook kennen bij YouTube video's. Achter de schermen gaat hier een hele veiling aan vooraf. Denk bijvoorbeeld aan Google advertenties, Facebook advertenties. Maar ook de Trade Desk houdt zich dus bezig met het veilen van deze advertenties aan bedrijven. En op het moment is de Trade Desk wat betreft reach, dus hoeveel mensen die advertenties plaatsen ze bereiken, zelfs groter dan bijvoorbeeld Facebook of een Google. Ze bereiken namelijk ongeveer 3 tot 4 miljard mensen door middel van hun advertentieveilingen. Wat dus echt wel behoorlijk is. Om dit businessmodel van het de Trade Desk volledig te snappen en ook te kijken waar de risico's in liggen, heeft het vooral te maken met big tech. Want aan de ene kant zijn de concurrenten van het de Trade Desk juist deze grote big tech companies. Die dus voor enorm veel concurrentie zorgen omdat ze simpelweg enorm veel geld hebben. Wat in potentie heel dreigend kan zijn. Maar aan de andere kant kan het de Trade Desk ook zijn voordeel hiermee opdoen. Er zijn namelijk heel veel policies in de maak tegen deze privacyrechten. Je hebt vast wel van gehoord van bijvoorbeeld een Facebook die een boete kreeg of een Google die een boete kreeg omdat ze data bezitten over mensen die ze eigenlijk niet mochten gebruiken. De trade desk gebruikt deze data niet en is wat betreft dit opzicht dus anders dan de concurrenten. Hiermee zouden ze dus in de toekomst een voordeel kunnen opdoen. Ze hebben namelijk al een gigantische marktpositie die we zojuist zagen van 3 tot 4 miljard bereik. En daarnaast zijn ze ook een stuk fairer, om maar zo te zeggen. Ze gaan niet om met data van mensen en zijn daardoor dus eerlijker en beter beschermd tegen deze privacywetten die bijvoorbeeld in de toekomst deze big tech bedrijven kunnen gaan lastigvallen. Over de afweging of het juist voor de trade desk wel positief of niet positief is dat ze de concurrentie moeten aangaan met deze big tech bedrijven kun je min of meer ellenlang doorgaan. Waar ik het voor nu op wil houden is dat ze een excellente positie hebben in deze advertentiemarkt omdat ze al een gigantisch bereik hebben en daarnaast ook nog de persoonlijke data van mensen ver behandelen. Bovendien is het ook wel interessant om te weten dat deze totale advertentiemarkt ook nog steeds groeiend is. Bedrijven geven steeds meer geld uit aan online advertenties en logischerwijs is dit positief voor de Trade Desk. Alleen wil ik er nog wel een kritische noot aan toevoegen. Want net zoals met Nvidia eerder in deze video, vind ik de Trade Desk ook een enorm bijzonder en uniek bedrijf, alleen is het wel enorm hoog gewaardeerd. Op het moment van opnemen heeft het namelijk ook een PE-ratio van boven de 100, wat dus wel redelijk fors geprijsd is. Ook hier zul je dus voor de zelf weer de afweging moeten maken. Is de groei die ingeprijsd is, ja, is dat wel fair? En kan het bedrijf de Trade Desk de ingeprijsde groei in de toekomst waarmaken? Het is in ieder geval een super interessant bedrijf dat ik op de voet blijf volgen. En mocht de prijs juist zijn, of mocht het bedrijf juist deze ontwikkelingen doormaakt, dan zal ik misschien instappen en het toevoegen aan mijn huidige portefeuille. Dat betekent wel dat we drie super toffe bedrijven hebben besproken, die je dus gezien moet hebben in de maand juni. Heb je nog vragen over een van deze bedrijven? Laat ze zeker achter. Onder in de comments, maar voor nu zou ik je willen vragen: Vond je deze video nou tof? Beloon het zeker met een blauw duimpje omhoog. En wil je meer content zien omtrent crypto, aandelen en het volgen van mijn actieve portefeuille? Vergeet zeker niet even te abonneren op het kanaal Leren Investeren. Zoals gewoonlijk sluit ik die video af door jou te bedanken voor het afkijken van deze video en zeg ik tot een volgende video op het kanaal.